Hoi, dit is Oscar van Happy Healthy en in deze video geef ik je de 7 beste manieren om je metabolisme te versnellen. En een antwoord voor metabolisme is je stofwisseling. En deze 7 methodes zijn ook allemaal wetenschappelijk onderbouwd. Nou, de eerste manier is om eiwitten te gaan eten, of ook wel gewoon meer eiwitten te eten dan dat je nu eet. Want als je eet, dan ga je sowieso al meer calorieën verbranden. Je lichaam heeft meer energie nodig om het eten te verwerken. Dat noemen we ook wel het thermische effect van eten. En als je kijkt naar de macronutriënten, oftewel de vetten, de koolhydraten en de eiwitten, dan hebben de eiwitten het hoogste thermisch effect. En dat houdt in dat je metabolisme versnelt met ongeveer 15 à 30%. Terwijl het met koolhydraten maar 10 à 15% is. 5 à 10%. En met vetten is dat maar een paar procent. Dus eiwitten zorgen voor het hoogste thermisch effect, oftewel een snelle metabolisme. Daarnaast geeft eiwitten ook je meer verzadigd gevoel. En als je dat daarmee dus ontbijt, dan heb je dus de rest van de dag eet je minder. Zelfs 400 calorieën per dag eet je, zou je minder eten, blijkt uit studies. Je denkt ook minder vaak aan eten en je hebt minder vaak zin in snacks, zelfs helemaal in de avond. Dus ik zou zeggen, eet wat meer eiwitten. In de westerse maatschappij eten we nu ongeveer 15% van onze dagelijkse energiebehoefte komt uit eiwitten. Dat is eigenlijk te weinig. De jager-verzamelaars, dus eigenlijk de oermens, had ongeveer tussen de 19 en de 35% aan eiwitten. En we zouden dus de koolhydraten die we eten heel veel koolhydraten, 55%, zouden we gedeelte moeten vangen met eiwitten. En ook vetten trouwens. Nou, de tweede manier is om maaltijden over te slaan. En dat klinkt vreemd, want de meeste mensen zouden zeggen, ja, maaltijden overslaan, dat is ongezond en dat vertraagt je metabolisme. Dus is de theorie vaak ook in de fitnesswereld, je moet 5 à 6 keer per dag eten, want dan hou je metabolisme op gang, bla bla bla. Maar goed, de wetenschap zegt precies het tegenovergestelde. Die zegt, als je een maaltijd overslaat, of je gaat bijvoorbeeld 1 of 2, of misschien wel 3 dagen vasten, dan versnelt je metabolisme juist. Zo zijn er meerdere studies met niet heel veel deelnemers, maar die laten wel allemaal zien dat je metabolisme sneller gaat. Dus bijvoorbeeld is een studie geweest met 11 gezonde mannen, aten 3 dagen niks en hun metabolisme was versneld met 14%. Nu is het wel zo dat als je langer dan 3 dagen niks eet, dan ga je vaak in de uithongeringsmodus terechtkomen. En dan ga je wel sneller vet opslaan, dus je metabolisme wordt trager. Dus dat was manier 2. Manier 3 is om een cheat day te doen. Een cheat day houdt in dat je op een dag gewoon even helemaal losgaat. Als jij gezond eet, krijg je misschien af en toe wel heel erg zin om iets ongezonds te gaan eten. En het blijkt dat als je dat bijvoorbeeld 1 keer in de week doet, misschien op een zaterdag, misschien op een zondag, dat je daarmee je metabolisme ook kan versnellen. Dus je gaat op 1 dag wat meer eten dan dat je normaal zou eten, misschien ook wat ongezonder. En het blijkt dat mensen die slank zijn, dat hun metabolisme met ongeveer 6,6% verhoogt. Mensen die obesitas hebben, daarvan gaat het niet echt omhoog. Ja, een studie laat zien dat het 2,7% is, maar dat is niet significant, dus dat mag je dan eigenlijk niet gebruiken. Maar er zijn wel nog wel meer voordelen van een cheat day. Je gaat meer leptine aanmaken, daardoor gaat de vetverbranding iets omhoog. En je ghreline, dus je hongergevoel, gaat voor een paar dagen omlaag. Er zijn best wel wat voordelen ervan. En je metabolisme gaat dus versnellen. Nou, de vierde manier is om water te drinken. Met name koud water. Het is namelijk zo dat als je een halve liter water drinkt, dan ongeveer voor een uur gaat je metabolisme met 24 tot 30% omhoog. Dus je calorieverbranding gaat flink wat sneller. En het is zelfs nog hoger als je koud water drinkt. En dat is natuurlijk wel logisch, want als je koud water drinkt, moet het lichaam dat natuurlijk eerst opwarmen. En dat kost ook weer energie. Dus je bent weer meer energie aan het verbruiken.
Nou, nu we het toch over drinken hebben, nummertje 5 is drink meer thee. Vooral de groene thee en de oolong thee, die versnellen je metabolisme met ongeveer 4-5%. En het stimuleert ook nog eens de vetverbranding. Nummertje 6 is ook nog steeds drinken. Dat is koffie. Dat versnelt je metabolisme met ongeveer 3-11%. Dus dat is ook een goede manier om je metabolisme te versnellen. Dus je kunt best wel een kopje koffie in de ochtend nemen. Ik raad je niet aan om te veel koffie te drinken, zoals 10 bakjes per dag. Maar je kunt er zeker een paar op een dag drinken. En dan nummertje 7 is om krachttraining te doen. En krachttraining ook voor vrouwen, omdat je daarmee eigenlijk je metabolisme het snelst vooruit brengt. Het is namelijk zo, als je sport, dan ga je ook, dan verbrand je uiteraard calorieën. Maar wat heel veel mensen vergeten is dat je na de sport ook nog extra calorieën gaat verbranden, omdat je lichaam moet herstellen van de sport die je net gedaan hebt. En bij bijvoorbeeld cardio training is dat een beetje te verwaarlozen, is niet zoveel. Maar hoe intenser de training is en hoe langer de training, hoe hoger het zogenoemde afterburn effect is. En bij krachttraining is dat het hoogst en daarmee kun je je metabolisme versnellen met ongeveer 9-11%. Kortom, als je dat allemaal samenvat, zou je een ontbijtje kunnen overslaan, maar je drinkt wel wat groene thee of oolong thee of koffie in de ochtend. Voordat je gaat lunchen, ga je wat krachttraining doen. Dan ga je lunchen met wat eiwitten erbij. Nou, in de avond eet je misschien weer wat van eiwitten. En zo kun je eigenlijk alle tips om je metabolisme te versnellen, kun je met elkaar combineren. Nou, ik hoop dat je weer wat geleerd hebt in deze video. En weer bedankt voor het kijken en tot een volgende video. Hoi, dit is Oscar en wil je meer van dit soort video's? Klik dan hier om je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Als je wil gaan beginnen met afvallen, klik dan hier om mijn gratis afslankweekmenu inclusief recepten te downloaden. Tot slot heb ik ook nog een boek geschreven genaamd de Afslank Receptenbijbel met meer dan 100 recepten. Tot een volgende video.